Net in het begin van onze uitzending prachtige beelden van hoe we vandaag Bevrijdingsdag hebben gevierd. Maar van deze dag in 1945 zijn natuurlijk ook veel foto's en filmbeelden. En toch duikt er zo af en toe nog iets heel unieks op. Zoals onlangs bij Ruud Beijnen uit Nieuwegein. Hij heeft een bedrijf dat oude filmpjes van particulieren digitaliseert. Toen hij de oude 8mm filmpjes van mevrouw Brands bekeek, wist hij meteen dat hij op iets heel bijzonders was gestuit. Meestal gaan de filmpjes die Ruud digitaliseert over de vakantie in Frankrijk of de 80ste verjaardag van oma. Maar dit keer kwam er iets speciaals voorbij. Ja, dat bleek toch wel bijzonder te zijn. Beelden van Amsterdam, alleen maar straatbeelden ook. Geen familiekiekjes, maar echt beelden van de straat in Amsterdam en Haarlem. 18 minuten lang in de oorlog, in een tijd waar filmmateriaal bijna niet te krijgen is. Dus ja, dan weet je meteen, dat is heel bijzonder. Ja, de filmpjes lagen jarenlang op de zolder van de 68-jarige Berthe Brands uit Heemstede. Het was haar vader Jan die de unieke beelden schoot op die historische dag van 5 mei 1945. Ja, hier is mijn vader met hoed. En die hijst de rood-wit-blauwe vlag. We zijn weer vrij. Dit filmt zijn broer. Dit is mijn vader, mijn moeder met mij op de arm. Met een vooruitziende blik koopt Bertus vader Jan van zijn laatste geld op de zwarte markt filmrolletjes om de bevrijding te kunnen filmen, zoals hier in Haarlem. Hij filmde zijn hele leven al, ook ver voor de oorlog. Nou ja, hij was ook heel brutaal. Hij klom ook overal op het beeld van Laurens Jansen Costa en wrong zich tussen journalisten en tussen die mensenmassa's die de bevrijding vieren en die de optochten. En zie ik steeds mijn moeder lopen met een kek hoedje en een getailleerd jasje. En af en toe dan een beeldje, het is geen familiefilm, van mij zwaaiend met een vlaggetje. Jan knipte en plakte de film van 17 minuten zelf aan elkaar. Volgens professor Schoenmaker van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie zijn de beelden uniek. Het is heel echt, zo komt het op je over. En daardoor raakt het je niet alleen in je hoofd, maar ook echt in je hart. De wijze waarop het gefilmd is en de manier waarop deze filmer het heeft vastgelegd is sowieso uniek. En het blijft natuurlijk hoe dan ook kostbaar en schaars materiaal. Wat ik zelf uniek vond, was een défilé in Amsterdam, eind juni 1945. Waar je bijvoorbeeld de verzetsmensen ziet paraderen met spandoeken voor welke verzetskrant ze hebben gewerkt. Je ziet ook mensen die afkomstig zijn uit de verschillende concentratiekampen, dus al uit Duitsland waren teruggekeerd. Ik kende dat défilé eerlijk gezegd niet en dat maakte op mij toch ook wel weer een hele indruk. Berthe liet de beelden digitaliseren om ze voor de toekomst te bewaren. Bij het bedrijf waar ze dat deed, werd ze gewezen op het bijzondere ervan. Ze is blij dat haar vader nu nog eens in de schijnwerper staat. Ik heb dat niet beseft. Dat er beelden bij waren die wel op foto waren, maar niet bewegend op beeld. Ik vind dat heel bijzonder dat hij dat zo vastgelegd heeft. En niet alleen voor zijn nageslacht, maar nu ook voor het nageslacht. En dat ik eigenlijk iets van mijn vader doorgeef. Wat blijvend is.